Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Joris Nachtergale, 41 jaar. Van opleiding ben ik jurist. Ik ben de trotse papa van Stine en Omer, twee schattige kindjes. En ik woon in Markendal in de Vlaamse Ardennen. Daar ben ik sinds 2016 burgemeester. En op 26 mei kom ik op voor het Vlaams parlement op de eerste opvolgersplaats voor N-VA in Oost-Vlaanderen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik denk dat je eigenlijk nooit echt in de politiek stapt. Ik denk politiek is een microbe, iets wat in u zit. En voor zover ik me kan herinneren, ben ik eigenlijk nooit in de politiek gestapt en ben ik altijd politiek actief geweest. Ik denk eerst in de lagere school op een naïeve manier. En dan daarna aan de universiteit op een iets meer activistische manier. Ik ben dan zo in de Volksunie gegaan en heb eigenlijk die moeilijke eindstrijd meegemaakt bij de Volksunie. Een zeer moeilijk verhaal. Als Vlaams socialist deed dat pijn. Maar zo ben ik wel in N-VA terechtgekomen. Het eerste partijbestuur van N-VA. Dus ik ben een van de 15 oprichters van de partij. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd zeer loyaal geweest aan de partij, aan ons gedachtegoed. En heb ik de partij altijd en overal ondersteund. Ik heb ook een tijd lang gewerkt in het federaal parlement, in het Europees parlement, als medewerker. En dan ook een lokaal engagement opgenomen bij ons in de gemeente. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb een quote waarvan ik de betekenis graag meegeef aan mijn kinderen. Maar ik weet niet van wie ze is. Ik zou het eens moeten opzoeken. Het is een die ik al lang ken en luidt als volgt. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor wat je doet, maar ook voor wat je niet doet. En ik denk dat wij als individuen in een maatschappij een verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de gemeenschap. En kritiek geven op beleid, kritiek geven op zaken die gebeuren zonder engagement, vind ik nogal gratuit. Dus ik denk dat we een engagement moeten opnemen, zij het politiek, zij het cultureel, sociaal. Het is een idee dat ik ook heel graag doorgeef aan mijn kinderen en wat de leidraad is voor mijn engagement in de politiek. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Het zal u niet verbazen dat ik twee N-VA'ers heb gekozen, twee founding fathers. De eerste onze minister-president Geert Bourgeois, die ik al heel lang ken van in mijn studententijd, van de start van N-VA. Geert is voor mij iemand, ik heb ook voor hem gewerkt in de Kamer nog voor N-VA bestond, dus in Volksunie-tijden. Geert is voor mij iemand die altijd recht door zee is, eigenlijk een beetje de antipode van het marktdenken in de politiek. Geert blijft bij zijn idee, ook op momenten dat het misschien niet populair is of niet sexy is, zal hij altijd consequent blijven. Ik heb dus een enorm respect en het is denk ik in de politiek de enige man aan wie ik mijn portefeuille zou toevertrouwen. Een tweede figuur is een andere founding father, iemand met een ander karakter, een beetje de antipode van Geert, dan weer een heel humoristisch, activistisch provocateur eigenlijk, professor Erik de Voort, die helaas overleden is. Iemand waar ik een heel goede band mee had, die mij heel veel geleerd heeft, die mij tot bepaalde inzichten gebracht heeft, mij ook van bepaalde dogma's uit de Vlaamse beweging afgeholpen heeft. Iemand met wie ik heel close was, ik denk nog eigenlijk elke dag aan hem en hoe hij zou reageren op bepaalde zaken die momenteel in de politiek gebeuren. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses zijn eigenlijk heel erg breed. Als jurist heb ik mij gespecialiseerd in Europees recht en internationaal publiek recht. Ik ben ook altijd actief geweest op het Europese niveau voor ik in de lokale politiek stapte. Dus Europese problematiek interesseert mij heel erg. Maar ook het lokaal uiteraard als burgemeester van Markendal, de plattelandsgemeente bij uitstek.
ben ik bezig met hoe we in de toekomst kunnen samenleven en werken op het platteland. Dat is een belangrijk vraagstuk en vaak zien we dat daar nu toch wel een bepaalde polarisering in zit. Enerzijds tussen hoe gaan we om met onze open ruimte, hoe gaan we om met ons landschap, met het groen in de gemeente. En anderzijds de belangen van die lokale landbouw, mooie kleine familiale landbouw die nog steeds bestaat, maar zwaar onder druk staat. Ik denk dat ik hier in Brussel daar wel een en ander over te vertellen heb. Ik denk dat we moeten onze instrumenten, Europese instrumenten, Vlaamse instrumenten, een stuk moeten herzien, zodanig dat die twee belangen, die twee streefdoelen om dat kunnen laten bestaan, dat dat eigenlijk kan blijven samengaan. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat er in de politiek heel veel anders en beter kan. Voor ik burgemeester werd, was ik actief in de privésector. En dan is het toch wel een shock als je van de knoppen aan de privésector naar de knoppen in een gemeente gaat, waar je geconfronteerd wordt met vaak inefficiënte procedures, een zware administratieve last. De tijd tussen het nemen van een beslissing en het uitvoeren van een beslissing is ongelooflijk hallucinant lang. Kan je eigenlijk niet uitgelegd krijgen aan de burger. Zorgt volgens mij ook voor een stuk wantrouwen van de burger in die politiek. Dus mocht ik op een of andere manier die tanker een stukje sneller kunnen laten varen, dan zou ik heel tevreden zijn met wat ik in Brussel hier kan gedaan hebben. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb een pakje toebak meegebracht. Zoals dat mijn grootvader zei, het is het laatste pakje tabak van mijn grootvader. Helaas heeft hij het nooit kunnen oproken, dat ik van hem heb gekregen, want het typeerde hem. Mijn grootvader was iemand die heel erg sterk sociaal geëngageerd was en cultureel geëngageerd was bij ons in de gemeente. We hadden een familiebedrijf, alle tantes en onkels waren daarin actief, dus ik was heel vaak op het bedrijf, bij hem thuis. En ik ben ook een stuk door hem opgevoed en eigenlijk de normen en waarden die hij had zijn ook een stuk doorgezet, niet alleen op mij, maar op al zijn kleinkinderen. Dus was iemand waar ik een enorm respect voor had. Hij was Volksunie gemeenteraadslid in een streek bij ons waar dat niet zo evident was, Zuidoost-Vlaanderen. Hij was het enige Volksunie gemeenteraadslid van de streek. Dus ik heb van hem eigenlijk een stuk politiek engagement meegekregen, een stuk cultureel engagement, een stuk sociaal engagement. Dat is iemand die altijd belangrijk blijft. En ik heb het eens bekeken, het is Wervik Oude Molen van 95 frank. De toebak, zoals dat hij zei, die erin zit, is een stuk vergaan. Maar zijn engagement is blijven voortbestaan eigenlijk en al zijn kleinkinderen. Vandaar dat ik dat voor altijd zal bijhouden en ook leuk vond dat ik dat vandaag kon meebrengen.